het is toch te lief. Zo, mijn tante die heeft me een soort van even uit mijn lijden gelost. Ik ga maar meteen beginnen aan de moeilijkste fase van het opruimen en dat is deze bak. Ja, blijft een dingetje hoor jongens. Vooral als je dat dan terugziet. Ja, we gaan naar binnen, even kijken hoe het ermee gaat. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n leuk nieuws vanuit onze kant. Ik word altijd heel zenuwachtig van ziekenhuizen. Zo, daar zijn we weer met een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. Ik ben er weer deze week. Het is vandaag donderdag bij mij. En ik heb vanochtend de hele ochtend gewerkt. Ik ben trouwens ook nog even met Ramos naar Peutinchem geweest. Maar toen was ik mijn camera vergeten. En nou goed, daarna weer naar werk gegaan. Nu is het 4 uur en ga ik even mijn wenkbrauwen laten doen. Dat is weer nodig, zoals je misschien wel of niet kan zien, I don't know. Maar er zitten hier overal haartjes en ik moet er dan altijd van afblijven, want dan kan zij het beter met dat touwtje doen. Dus dat ga ik even lekker doen nu. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb weer lekker helemaal frisse wenkbrauwen. Ze zijn niet geverfd, wel getekend. Ik vind ze altijd leuk en doet ze ook altijd make-upje en zo op. Dus dat is weer gedaan. Het is nu eten aan het opwarmen van gisteren. Mijn moeder had gado gado gemaakt. Vind ik... Oh, mijn gulp staat open. Hoe is het jou vergaan vandaag? Alleen met 3 kinderen? Ja, fantastisch. Ja? Ja. Oké, mooi. Dat is helemaal niet druk. Nee. Bobby en Charlie hebben weer RS-virus prikken gehad. Eén en laatste keer. Het was alleen, maar het is helemaal goed. Zit die zwak voor die camera? Dat is voor mij. Dit is voor jou. Nou, Ramos zit ondertussen chips te eten, dus als je dat hoort, sorry daarvoor. Dit is het dus. Het ziet er misschien echt helemaal niet smakelijk uit, maar dat is het dus wel. Het zijn boontjes met gekookt ei. Basmati rijst. En even kijken, wat zit er nog meer in? Er zitten roerbakgroenten in, dus gewoon allerlei groenten door elkaar. Saté van... saté, kalkoen. Ja. Nee, volgens mij saté met kokosmelk, volgens mij. Saté. Mijn camera beslaat de hele tijd omdat het warm is. Er zit ook nog komkommer zit erin. Dus ja, wij gaan lekker eten. Zo, Bobby en Charlie zijn ook aangeschoven. Wij hebben inmiddels gegeten. En ik geef Charlie nu eten en Ramos is hier bezig met Bobby. Een hapje geven. Goed zo, jongen. Doen wij gezellig samen, hè? Hij wil het niet. Wil ze niet? Ik denk dat ze vies vindt. Denk je dat ze het vies vindt? Oh. Ik wil het niet. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben lekker vrij vandaag, dus ik ben nu Bobby en Charlie een hapje aan het geven, hier gezellig. En dit keer is dat banaan met blauwe bessen uit de vriezer. En dan hoop ik niet te knoeien op deze schone witte kleren. Mondje open. Ik had geen goede lepels meer voordat je denkt, Kimberly, je hebt de verkeerde lepel, I know. Maar de rest zit allemaal in de vaatwasser. Dus dan doen we het maar lekker zo. Jij een hapje, ho. Ja, Bobbetje, jij moet even wachten op je beurt, hè? Ik kreeg trouwens laatst een berichtje met de vraag of wij niet, zeg maar, een soort van gestructureerd aan Bobby en Charlie bepaalde verschillende soorten producten geven. Dus bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar het een en dan 3 dagen het ander om ze te laten wennen. Maar, ja, wij doen dat eigenlijk niet. Eén, omdat het niet nodig is, want ze eten eigenlijk gewoon wel alles wat we ze geven. Het een vinden ze het lekkerder dan het andere. Maar volgens mij heeft het vooral met structuur te maken. En weet je, ja, bij Ramos was ik daar wel wat kritischer naar. Dacht ik, oh ja, inderdaad, hè, elke 3 dagen iets anders. En dat op die manier. Alleen, ja, bij hun heb ik er gewoon geen tijd voor om elke keer op die manier zo'n strak ritme te hanteren. Dus ik kijk gewoon vaak wat ik in huis heb. En dat geef ik ze dan. Dat is met fruit zo, maar ook met avondeten. En soms eet ze echt 3 dagen precies hetzelfde. En soms dan is het 3 dagen 3 keer iets anders. Dus dat is hoe wij dat doen. En bij ons werkt het perfect. Maar ja, bij Ramos bij de eerste deed het ook wel anders. Dat wel. Hè? Ja, dat wel. Dus ik dacht, ik geef even antwoord in de vlog op die vraag. Oké, dan is het nu tijd om even tijd te rekken totdat we gaan lunchen. Ik heb Bobby en Charlie meegenomen naar de kamer van Ramos. Die gaan hier met z'n drieën spelen. Kijk nou hoe gezellig dit is. En ik ga even de kast van Ramos opruimen. Hij heeft hier allemaal nog t-shirtjes en korte broekjes liggen. En ik ga heel even kijken wat we zeg maar nog wel en wat we niet kunnen gebruiken voor de aankomende zomer. Want dan heb ik ook een beetje idee van wat ik nieuw moet kopen. Dus dat en zij vermaken zich hier wel met z'n drieën. Dat is echt wel het voordeel van meerdere kinderen. Toen ik alleen met Ramos was, moest ik hem altijd vermaken. En nu
Ja, nu spelen ze gewoon lekker. Oh, hey, schatje, ik ga naar je. Ik ga bij mama kijken. Ik kan niet eens bij mama kijken. Ja. Dat zie je. Oh. Nou, ze vindt het wel leuk, denk ik. Kom eens, schat. Kom eens even hier staan. Heel even, heb ik eventjes een idee van hoe groot je dan weer bent. Ja. Zullen we heel even eentje passen? Nee. Oké, aangezien meneer natuurlijk geen zin heeft om te passen en ik hem ook niet erop de voorkant. Dan heb ik dit stapeltje waarvan ik zeker weet dat het niet meer past. Dat is echt heel klein allemaal. Ah, dit jongen, ik moet hier zo mee opletten dat dit niet bij Bobby en Charlie in de buurt komt. Zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. En dit is een stapel waarvan ik twijfel. Dus dit moeten we even een keer gaan passen. Maar ja, daar heeft hij natuurlijk helemaal geen zin in nu. Dus dat gaan we dan binnenkort een keer doen. Het lijkt hier wel een soort van Preston Palace. We gaan alweer eten. En ze hebben honger. Dit is voor mij. Dit is voor mij. Oké, laat maar. Zo, even een flesje erin. En dan kunnen ze weer naar bed. Zo, mijn tante die heeft me een soort van even uit mijn lijden verlost. Want die is naar me toegekomen en we zijn even samen naar de winkels gegaan. Dus zij heeft hier Ramos in de kinderwagen meegenomen. En die is inmiddels in slaap gevallen. Dat doet hij nooit. En ik heb hier Bobby en Charlie. Dus wij gaan even koffie drinken en lekker een beetje winkelen. Ja. Ik word toch heel netjes eten. Ja, heel netjes. En Innie en Minnie zijn samen op ontdekkingsreis met z'n tweeën. Hoi! Joe! En wij zijn heel vroeg opgestaan. Het is inmiddels 8:50. We zijn bijna allemaal helemaal klaar om te gaan. We gaan zo de kindjes naar mijn ouders brengen. En dan gaan Ed en ik vandaag de zolder opruimen. We hebben echt sinds dat ik, nou ja, sinds vorig jaar toen ik zwanger was, hebben we heel veel dingen allemaal op zolder gezet. En het steeds maar soort van opgestapeld zonder er echt, een keer echt op te ruimen. En dus nu is het echt nodig. En ik vind dit snoezen. Ah, dit is toch te lief. Ik ben nooit van de haarbandjes eigenlijk, maar ik vind het dus zo schattig. Je lijkt wel op Minnie Mouse. Zo, lekker shaky mee. Papa met zijn hele harem. Allemaal ingepropt in de auto, dus we kunnen gaan. Let's go. Let's go. Zo, kindjes weggebracht. Ik zet jullie even hier neer. Nu zijn we heel eventjes op kantoor, in de studio. Dus we gaan nu eventjes lekker sporten. Hebben we dat weer gedaan. Ik ben natuurlijk bezig met het Summer Body Program. Jullie kunnen jezelf daar ook voor aanmelden inmiddels, als deze video online komt. Ik heb het linkje, zet ik hieronder in de beschrijving. Dan kan je even kijken wat het allemaal inhoudt. Dit is training 3 van deze week. Het is zaterdag, dus ik loop helemaal zeg maar op schema. Oh jongens, mijn benen doen echt nu al zeer. Van het trainen. Dus ik ben echt heel benieuwd of ik morgen überhaupt nog een trap op of af kan. Maar goed, nu zijn we thuis. Even snel wat gegeten. En we gaan beginnen met de zolder die ik gewoon even aan jullie laat zien. Als een soort van before. En dan kan ik ook meteen de after laten zien hoe netjes het straks helemaal is opgeruimd. Dit hoekje valt helemaal mee. Alleen die doos moet weg. Dat is prima. Dit is ook wel prima. Dit moeten we opruimen. Nou, dit is echt gewoon helemaal oké. Dit. Ja, goed, dan hebben we hier dit gedeelte, als je zeg maar binnenkomt de kamer in. Kijk, en hier staan gewoon zoveel spullen, echt. Nou, hier moet gewoon echt minimaal de helft of meer van weg en opgeruimd worden. Hier echt, jeetje, dit kan gewoon echt niet. Deze kastje of deze boxen zeg maar zitten allemaal vol met spullen. Hier administratie op de grond en zo, dus...
Nou, dit is dus de before. Kijk nou, lief. Kleine maat voor die. Van Bobby en Charlie, ja, weet je, daar wil ik eigenlijk alles van bewaren. Eigenlijk niet allemaal van bewaren, natuurlijk. Kunnen we wel bewaren? Ja, ze voor zo'n neus op zich niet. Ik ga maar meteen beginnen aan de moeilijkste fase van het opruimen. En dat is deze bak. Hierin zitten de spulletjes van Bobby en Charlie. En hier, toen ze geboren werd, toen kreeg ze zo'n mutsje op. En Charlie was de eerste, dus dat was kind 1. En ik denk dat in deze zak zit van Bobby alles. En dat is dan, was dan kind 2. Bizar, hè? Ja, het blijft een dingetje hoor, jongens. Vooral als je dat dan terug ziet. Ik heb in ieder geval nu 2 tasjes gemaakt. Deze is voor Charlie... Deze is voor Bobby en hier zitten alle spulletjes uit het ziekenhuis in. En dan heb ik nog deze, voor degenen die kindjes hebben gehad op neonatologie, die herkennen deze wel. Hier, deze gaan we natuurlijk bewaren en ik heb echt 2 hele grote dozen met allemaal spullen nu al van ze. Maar dit zijn in ieder geval de ziekenhuistasjes, die kan ik ze dan later laten zien of meegeven ofzo. Hey jongen, iets voor free abonnementje. Ah. Ook in Haarlem. We hebben echt wel een herinnering in deze schat. Oh oh. En omdat je van hard werken heel veel honger krijgt, heb ik even een lekker maaltijdje gemaakt voor ons. Dit hadden we nog over, dus ik dacht, gaan we dit lekker nu eten tussen de middag? Nou, het is inmiddels 4:30. En we zijn echt de hele dag eigenlijk bezig geweest. We hebben de hele zolder opgeruimd. We hebben alles naar de stort gebracht. Dus we hebben alles ook meteen helemaal echt weggedaan. En ik ga jullie nu het eindresultaat laten zien. Kijk, je komt nu gewoon boven en dan zie je dit. En hier helemaal niks meer. Hier, dit hebben we ook opgeruimd. Kijk. Helemaal top. Hier kunnen we ook weer gewoon zien wat we allemaal hebben. Dan hebben we hier gewoon weer de stoel waar verder helemaal niks op staat en ligt. Hier hebben we het bureautje van Ramos, strijkijzer als ik ooit nog ga strijken. En hier hebben we nog het grote bureau. Dit zijn allemaal dozen die hebben we gewoon nodig voor werk deze aankomende week met inpakken en zo. En dit hebben we helemaal geordend, ook van binnen. Dus het is gewoon helemaal netjes opgeruimd. En ook hier gewoon niks meer. Het is gewoon helemaal weer lekker. Helemaal mooi schoon. Wij zitten weer in de auto. En we hebben de auto helemaal weer volgeladen. Want wij gaan gezellig logeren. De kindjes zouden bij mijn ouders slapen. En wij gaan daar vanavond ook logeren op een luchtbed. Maar liefst. Zij gaan over een tijdje gaan ze verhuizen. En dit is dan waarschijnlijk de laatste keer dat wij daar met z'n allen nog een keer kunnen slapen. Hey dametjes. Hi. Deze jasjes die zijn maar 62, die passen nog gewoon. Ja, dat is handig. Toen waren wij ineens in Zwolle. Het is vandaag zondagochtend. Dus vandaag zondag en het is ochtend, nog best wel vroeg. Maar we zijn vanochtend naar Zwolle gereden omdat de oma van Ed in het ziekenhuis ligt. En we er toch nog eventjes naartoe gaan. Zonder te veel in details te treden. Kindjes die zijn nu nog steeds bij mijn ouders. En we gaan naar binnen. Even kijken hoe het ermee gaat. Dat is eigenlijk niet zo'n leuk nieuws vanuit onze kant. Ik word altijd heel zenuwachtig van ziekenhuizen. Ik heb echt een hekel aan ziekenhuizen, wie niet natuurlijk. Maar ik krijg er altijd zo'n heel zenuwachtig buikpijngevoel van. Jij hebt er geen last van, hè? Nee. Ik zeg dat altijd. Jij hebt er geen last van, hè? Dan zegt hij nee en ik had het wel. Zo, en toen waren wij alweer in het mooie Waalwijk. Of tenminste, Kaatsheuvel zijn we eigenlijk. We gaan nu boodschappen doen. We zijn inmiddels alweer een hele eind teruggereden. En nu gaan we even weekboodschappen doen. En ik zal jullie zo meteen nog even laten zien wat het weekmenu is. Nou, dit is dus van vanavond. Kindjespasta. En wij eten dan de wraps. Morgen eten we rijst met spruitjes en of broccoli, had ik erbij geschreven, en een burger. Die broccoli en spruiten hebben we allebei gekocht. Dus dan kijken we even wat we gaan doen. Dan eten we dinsdag eten we risotto met courgette, champignons, paprika en kip. En woensdag eten we bij mijn ouders. En donderdag nog niet bekend, maar we hebben wel gewoon allerlei dingen gehaald.
die we dan kunnen gebruiken. Dus groenten zeg maar die langer vers zijn. Bijvoorbeeld rode bieten. Ramos was even de tomaatjes, hè jongen. Supergoed, dan mag je hem daarna hierin gooien. Ja, dan de volgende. Die mag je eraf halen. Goed zo. En dan was ze weer. Ja, heel goed schep. Nou, het is best een hele bevalling voor iedereen allemaal koken. Maar dit is in ieder geval geworden. Die is voor jou, Ed. Thanks. Dit heb ik voor de kindjes gemaakt, voor Bobby en Charlie. Deze heb ik voor Ramos gemaakt. En nog even van dichtbij. Dit is dus hoe het eruit ziet. Hoe moest het aan de onderkant? Dit zijn kikkererwten, ijsbergsla, falafelballetjes, courgette, rode ui, knoflook en kidneybonen. En een beetje peper. Ja, dat was het weer voor deze week. Vandaag was het best wel een beetje een rare dag voor ons. Misschien heb je dat wel gemerkt op de vlog, misschien ook helemaal niet. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ik ga zo meteen lekker slapen. Lekker om 10 uur naar bed. En dan mogen we fris en fruit van de week. En jullie zie ik gewoon lekker volgende week weer. Doei.